Hallo, mijn naam is Maria Joanna vanuit Bali. En ik heb net vorige week heb ik een video gedeeld over het ascensieproces. Die heb ik ook toen nu, zeg maar op dit moment, hier opgenomen. En toen kreeg ik inspiratie om een video te maken over wie ben ik en wat wil ik. In mijn vorige boek, Quarter Life Challenge, heb ik heel veel mensen geholpen met wie ben ik en wat wil ik. Op een hele praktische, aardse manier, heel veel gebaseerd op NLP. En ik heb er heel veel mensen mee geholpen, was echt fantastisch, maar... Daarna heb ik dus ontdekt dat je alleen kunt weten wie je bent als je in jezelf kijkt. Anders ga je het gewoon niet ontdekken. Ook, ik hoorde altijd van, ja, wie ben je dan? En dan is het ik ben of I am. En I am is dan een magisch woord om ook te creëren, maar ik snap het eigenlijk niet. Nu kan ik zeggen dat ik het op mijn manier ja, echt begrijp. En... Ook is het zo, veel mensen vragen aan mij ook van, hoe zie jij God dan in dit geheel? Want ik praat toch over God in verschillende video's. Dat ga ik ook meenemen in deze video. Want in jezelf, als je dus in je ziel gaat reizen, krijg je heel veel downloads van informatie, herinneringen. Ja, je kunt gewoon eigenlijk ook interactie hebben. En ik zal zeker zeggen dan ook, dan heb je gewoon interactie met God. Sommige mensen noemen het ook je hogere zelf. Of je gidsen, dat kan allemaal. Maar eigenlijk, God, alles is God eigenlijk. Jij bent deel van God, dus jij bent ook God. Maar dat is heel vreemd voor een aards bewustzijn om te zeggen, ik ben God. Want wat is dat nou eigenlijk? Wat ik nu heb geleerd, of ja, herinnerd, is dat... want wat je ook vaak hoort is... Als je God kent, omschrijf je hem niet. Of, dus wie ben je? Ik ben. Het is zo vaag. Ja, je kunt het eigenlijk alleen maar ervaren om het te weten. Je moet het echt, iedereen moet echt in zichzelf kijken om de waarheid te ontdekken. Anders ga je dit niet volgen. Maar eigenlijk is het zo dat God is een proces. Dus jij bent ook een proces. Gisteren was je iemand en vandaag ben je weer iemand anders. En iedere dag kun je weer opnieuw kiezen wie ben ik. Ja, ik zit echt te denken hoe ik dit nou even moet zeggen. Ik begrijp het wel, maar je moet het ervaren, anders dan snap je het niet. Dat is sowieso de conclusie, voor mij dan. Ik heb ook die documentaires gekeken van I Am en ook van I Am That I Am. En op het moment dat ik I Am That I Am keek, werd me heel duidelijk van... alles buiten jou is een reflectie van wat in jou zit. Dus jij bent mij en ik ben jou. Dus als ik iets jou aandoe, doe ik het mezelf aan. Als ik een oordeel heb over mezelf in mij, die in mij leeft, zal het toneelstuk buiten mij dat weerspiegelen. En misschien oordeel jij wel nu over mij, maar is het een oordeel die in mijzelf leeft? Want jij bent de reflectie van mij. Ik ben jou en jij bent mij. En daarom kom ik ook steeds meer in het bewustzijn van, als ik dus iemand kwets, dan kwets ik dus mezelf. En dan is het, dat is alweer uit de religie. Niet dat ik daar nou iets mee heb, maar heb je naaste lief. Dat is wel een van de 10 geboden. En die is dan toch wel heel belangrijk. En nu resoneert je ook heel erg met mij. Want ik heb echt door, als ik dus iets bij een ander doe, het komt op een bepaalde manier terug bij mij. En ik wil ook echt zeker mensen behandelen, zodat ik behandeld wil worden. En soms denk ik wel eens, ik doe het niet helemaal netjes. En dat vind ik dan ook wel moeilijk. En dan... ga ik gewoon innerlijk werk doen van, oh ja, dan vergeef ik mezelf. En of ik kom bij die persoon op terug. En dan zeg ik, oh ja, sorry, dit is eigenlijk niet netjes voor mij. En dat komt door het besef dat ik steeds meer zie dat alles één is. Dus jij bent mij en ik ben jou. En dat kun je ook je omgeving dus benaderen. En soms... heb je dus wel weer eens een neiging, tenminste heb ik nog wel eens, dat je dus uit je ego wil handelen. Of dat je bijvoorbeeld iets hebzucht of zo in jezelf hebt. Of... En dat je dan tot de conclusie komt, nee, ik moet het echt zo eerlijk doen. Want als ik het niet eerlijk doe, dan klopt het niet. En ik kan alleen maar vanuit een pure intentie handelen. Anders gaat het gewoon überhaupt niet werken. Want hoe meer die nieuwe coderingen, waar ik het in de vorige video over heb, download, hoe meer je ziet, ik moet... Ja, dan zou ik toch even moeten. Is natuurlijk geen moeten, maar ik ervaar het toch als een bepaalde... Dat ik echt puur en eerlijk wil handelen. Want in de nieuwe coderingen kan het ook alleen maar. Dus hoe meer je van de nieuwe coderingen downloadt, hoe meer je echt uit puurheid en liefde kunt handelen. Je hebt eigenlijk geen keuze. Het gaat vanzelf.
Je hoeft er niets voor te doen. Het is ook altijd wat ik zeg in de zielenreizen en die ik geef aan mensen. Het gaat vanzelf, je hoeft er niets voor te doen. Zo is het ook echt. Ik zou eigenlijk te vertellen over wie ben ik. Het enige wat je kunt doen om te weten wie je bent, is in jezelf kijken. Anders ga je het echt nooit vinden.